Als ik één ding in mijn loopbaan heb geleerd, is het wel dat mensen andere dingen doen dan we van ze verwachten. Kinderen die nooit met een vreemde zouden meegaan, blijken dan heel makkelijk te zijn meegelokt. Ouderen die 's avonds nooit voor een onbekende zouden opendoen, hebben dan zomaar mensen binnengehaald. Voor de politie is dit bij misdrijven lastig. Ze moeten er altijd rekening mee houden dat de werkelijkheid anders is dan iedereen denkt. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond in een van de meest geruchtmakende moordzaken van Nederland met een scenario komt dat haak staat op wat men altijd heeft gedacht. Ja, sterker nog, altijd heeft willen geloven. Het gaat om de verkrachting van en de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaag-Westeinde. De zaak is al 13 jaar onopgelost, maar een aantal dingen weten we wel over deze zaak. De dader is goed voorbereid te werk gegaan. Heeft Marianne als een roofdier dat op zoek is naar een prooi onverhoeds vanuit de struiken overvallen en heeft haar daarna vermoord door haar keel door te snijden. En gezien die werkwijze moest de dader wel iemand zijn uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Ja, zo was het toch? Maar de vraag is nu, is dat wel echt zo? De afgelopen jaren heeft een nieuw rechercheteam de moord op Marianne met revolutionaire technieken opnieuw onder de loep genomen en nieuwe, afwijkende bevindingen gedaan. En als zij gelijk hebben, is er iets heel anders gebeurd dan we altijd hebben gedacht. En, belangrijker nog, de kans op een oplossing is groter dan ooit. Bijna 13 jaar geleden komen hier in deze sporthal achter mij in het Friese Kollen bewoners bijeen voor een voorlichtingsavond over een permanent asielzoekerscentrum in het dorp. De sfeer is vooraf al explosief. De avond loopt volkomen uit de hand als de dorpelingen letterlijk de aanval openen op het gemeentebestuur. Het plan voor een permanent asielzoekerscentrum roept enorme weerstand op. Omdat enkele maanden eerder de 16-jarige Marianne Vaatstra vermoord en verkracht in een weiland is gevonden. De bewoners denken dat de brute moord het werk is van een asielzoeker. Dit idee is zelfs zo diep geworteld dat veel mensen hier ook vandaag de dag nog steeds van overtuigd zijn. Terecht of toch niet? De geruchtmakende moord op de nog maar 16-jarige Marianne Vaatstra uit Zwaag-Westeinde is een zaak die Friesland al jaren in zijn greep houdt en die landelijk veel bekendheid kreeg. Een zaak waar ook wij dikwijls aandacht aan hebben besteed en waarin we ook een actieve rol speelden om tot een oplossing te komen. Het levenloze lichaam van Marianne werd gevonden hier in dit weiland langs het fietspad tussen Buitenpost en Veenklooster. Drie verschillende politieteams hebben sindsdien hun tanden stuk gebeten op de zaak. Ook menig journalist, paragnost en amateurspeurder heeft zich over de moord gebogen.
In de zaak werden meer dan 800 DNA-profielen vergeleken en honderden mensen verhoord. Toch bleef de dader altijd buiten beeld. Maar nu, 13 jaar na dato, is de kans op een oplossing dichterbij dan ooit. Want terwijl het al jaren stil lijkt in de zaak, is er in werkelijkheid achter de schermen heel veel gebeurd. En is er met nieuwe forensische technieken een kans dat de lang gezochte moordenaar van een van de meest opzienbarende misdrijven alsnog wordt ontmaskerd. En dat eindelijk duidelijk wordt wat er die nacht is gebeurd. Voor haar dood is Marianne uit met vrienden. Het is Koninginnedag 1999. Het uitgaansleven voor jongeren in dit landelijke gebied speelt zich af in het dorpje Kollum. Normaal gaat Marianne zelf altijd uit in Veenklooster, dat dichter bij haar woonplaats Zwaagwesteinde ligt. Maar vanavond heeft ze met haar vriendje Spencer en zijn kameraad Wietse afgesproken in discotheek Paradiso. Rond 1 uur 's nachts springt ze achter op de fiets bij Spencer. De drie fietsen naar het plaatsje Buitenpost, zo'n 5 kilometer verderop, waar Spencer woont. Aangekomen bij het NS-station in Buitenpost stelen Spencer en Marianne een fiets. Marianne wil alleen doorfietsen, zegt ze de jongens. Die willen daar in eerste instantie niets van weten. Maar als Marianne iets verderop nogmaals zegt dat ze wel alleen naar huis fietst, nemen ze toch afscheid. Het is ongeveer 2:15 als Marianne de nacht in fietst. Het is het laatste moment dat ze in leven is gezien. De volgende ochtend, zaterdag 1 mei. Op een afstandje van nog geen kilometer vanaf de plek waar Marianne afscheid nam, vinden ongeruste vrienden de gestolen fiets terug in een greppel. Marianne ligt in het aangrenzende weiland. Ze is grotendeels ontkleed, gewurgd, verkracht en haar keel is doorgesneden. De ongekend gruwelijke moord op de Friese tiener slaat in als een bom. Het zorgt voor grote maatschappelijke onrust onder de bewoners van het landelijke Zwaagwesteinde en omgeving. Alle ogen richten zich al snel naar het asielzoekerscentrum De Poelplaats, dat op nog geen kilometer van de plaats delict ligt. Met name door het gegeven dat Mariannes keel is doorgesneden. Dat moet het werk zijn van een buitenlander, zo is de opvatting. Een idee dat wordt gevoed als blijkt dat een bewoner van het asielzoekerscentrum kort na de moord is verdwenen. En dat weer een andere asielzoeker in de nacht van de moord op Marianne een ander meisje zou hebben verkracht. Vandaag de dag ligt het asielzoekerscentrum De Poelplaats er vervallen en verlaten bij. Maar 1999 is het plaatsen van asielzoekerscentra een gevoelig punt hier in Friesland. Voor het eerst worden dan hechte landelijke gemeenschappen geconfronteerd met vluchtelingen uit verre windstreken. Vluchtelingen met een traumatisch verleden, andere gewoonten en die vaak ook de taal niet spreken. Dat veel bewoners direct na de moord met een schuine blik naar dit AZC kijken, is dus ook niet zo verwonderlijk.
Olie op het vuur is ook de houding van de plaatselijke autoriteiten, die de mogelijkheid van een asielzoeker als dader direct bagatelliseren. Waardoor het lijkt alsof men iets verbergt. Zo ontstaat het gerucht dat de dader wel degelijk een AZC'er is, maar dat dit door de autoriteiten uit politiek belang, ja zelfs misschien wel uit landsbelang, stil wordt gehouden om onrust en landelijke protesten tegen asielzoekerscentra te voorkomen. In de jaren daarna blijven de twee incidenten herhaaldelijk en hardnekkig de kop opsteken. Op vele internetsites wordt hier aandacht aan besteed. Sites waarop vergaande complottheorieën worden ontvouwd, waarin de overheid als kwade genius en soms zelfs als medeplichtige van de moord wordt neergezet. Maar feit is dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan naar de bewoners van het AZC. Vluchteling Ali Hussein Hassan, een uit Irak afkomstige Turk, zou in de nacht van de moord niet meer zijn teruggekeerd naar het AZC. En dat is verdacht. Maar als de man een half jaar later in oktober 1999... door de Nederlandse autoriteiten wordt getraceerd in Turkije, blijkt dat hij de dader niet kan zijn. Zijn DNA komt niet overeen met dat van het sperma dat op Mariannes lichaam is aangetroffen. En dat pleit de man vrij. Bovendien blijkt uit nader politieonderzoek dat Ali op het moment van de moord vrijwel zeker in Haarlem was. Notabene 170 kilometer van de plaats delict. Ook naar de man die betrokken was bij de aanranding, CQ-verkrachting van een meisje in Kollum, wordt nader onderzoek gedaan. Het gaat om de Irakees Faik Mostafa. Deze man zou naar verluid enkele weken voor de moord in een kroeg ruzie met Marianne hebben gehad en daarbij een gebaar hebben gemaakt alsof hij haar keel wilde doorsnijden. En zo gaat dan het hardnekkige gerucht: deze Irakees is door justitie uit het AZC weggesluist om stil te houden dat de moordenaar van Marianne een asielzoeker was. Faik komt in beeld als een 14-jarig meisje aangifte doet van verkrachting. Dit zou uitgerekend in de nacht van de moord op Marianne zijn gebeurd. Het meisje kende de Irakees en was van hem gecharmeerd. Maar een vrijpartij ging veel verder dan zij zelf wilde, zo verklaart ze bij de politie. Is Faik later die nacht wellicht ook Marianne tegengekomen? Zo is de vraag. Ook bij deze jonge Irakees wordt DNA afgenomen. Direct na de aangifte wordt hij samen met zijn vader overgebracht naar het verder weggelegen asielzoekerscentrum in Drachten. Iets wat later wordt uitgelegd alsof de overheid hem snel heeft weggesluist. Maar net als bij de Koerd Ali is er ook bij Faik geen match met het spermaspoor. Dus is hij niet de moordenaar. Maar ondanks deze ondubbelzinnige uitslag zijn de complotdenkers niet overtuigd. Blijven zij alle betrokkenen belagen, beschuldigen en belasteren op allerlei websites. Uiteraard hebben wij zelf destijds en ook nu weer nog eens goed naar de zaken van Faik en Ali Hussein Hassan gekeken. En ook onze conclusie luidt: het zijn kletskoekverhalen. Ik zou bijna zeggen, was het allemaal maar waar? Dan was de zaak al lang opgelost. Maar het is niet waar. Het is onzin die mensen beschadigt en alleen maar afleidt van een werkelijke oplossing. Punt. En vanaf nu zal ik in de ogen van die complotdenkers dus ook wel omgekocht, corrupt en een speurder van niks zijn. Nou ja, dat moet dan maar. DNA speelt een grote rol in de moord op Marianne. Het sperma, waaruit een volwaardig DNA-profiel is gedistilleerd, is immers een onomstotelijk daderspoor. Het is daarom van cruciaal belang in het onderzoek.
DNA speelt vanaf het prille begin een cruciale rol in de moord op Marianne Vaatstra. Het achtergelaten sperma is een onmiskenbaar daderspoor. Peter heeft zich daarom vanaf het prille begin hard gemaakt voor het organiseren van een grootschalig DNA-onderzoek, waarbij zo'n 18.000 mannen in een straal van 15 kilometer rond de plaats delict vrijwillig wangslijm af zouden staan en waarmee de zaak mogelijk zou kunnen worden opgelost. Het is een voor die tijd uiterst revolutionair plan dat dan op veel weerstand stuit. Vooral ook bij de politiek, die toen, als het om DNA ging, nog aan koudwatervrees leed. In Duitsland heeft men kort daarvoor met deze methode de moordenaar van een 11-jarig meisje gevonden. Mogelijk zou het in de zaak Vaatstra ook kunnen werken. Maar justitie Leeuwarden wil hier niets van weten. En onze bemoeienis leidt dan tot een ijzige relatie met het OM en enkele harde aanvaringen. Beaamt u dat het zo is dat u willens en wetens een hele grote kans laat lopen om de moord op te lossen door dat grote bevolkingsonderzoek niet te doen, wetende dat dat in het buitenland bij diverse zaken tot groot succes heeft geleid? Moet ik daarop antwoorden? Ja, ik stel u een vraag. Ja. Nee, ik heb u de argumenten gegeven waarom wij daarvan afzien. En dat antwoord heb ik 4 keer gegeven en daar wou ik het ook bij laten. Peter probeert nog via een kort geding tegen de staat der Nederlanden een grootschalig DNA-onderzoek af te dwingen, maar tevergeefs. Hoewel dit grootschalige onderzoek er dus niet komt, worden vanuit justitie wel verschillende mensen aangeschreven om vrijwillig DNA af te staan. In totaal geven 840 mensen wangslijm af. Maar de dader zit er niet tussen. In de jaren die volgen buigen verschillende rechercheteams zich over de moord op Marianne Vaatstra. Uiteindelijk wordt de zaak ondergebracht bij een cold case team in Leeuwarden. Onze redactie blijft altijd een vinger aan de pols houden. Iedere keer als er een bericht over de moord in de krant verschijnt, stroomt onze mailbox vol met tips over mogelijke daders. Serieuze informatie spelen we door aan de recherche. Zo verandert de relatie met justitie langzaam van afstandelijk en ijzig tot een verstandhouding van overleg en medewerking. Achter de schermen worden wij vertrouwelijk geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Terwijl heel Nederland gaandeweg denkt dat er nog maar weinig gebeurt, wordt in 2007 een nieuw team op de zaak gezet dat in alle stilte aan de slag gaat. Het 3D-team. Een gespecialiseerd team dat naar aanleiding van steeds nieuwe vragen over het onderzoek, alle kritiek en onrust, de moord opnieuw onder de loep neemt. Het is een zogenoemd embargo-team dat in het geheim opereert, zodat het in alle rust en zonder invloed van buiten kan werken. Vanaf het prille begin heeft de politie last gehad van de meest uiteenlopende complottheorieën. Die met de regelmaat van de klok opdoken. Bizarre verhalen over satanische offerrituelen en serieverkrachters. Of dat er een netwerk van pedofielen achter de moord zou zitten dat zelfs de top van justitie in een greep hield. Stuk voor stuk spookverhalen. Maar ook verhalen die een eigen leven gingen leiden en die de politie handenvol werk opleverden. De achterdocht over het functioneren van justitie en politie was zelfs zo groot dat toen de oprichting van het gespecialiseerde 3D-team bekend werd gemaakt, velen dit weigerden te geloven. En er werd gezegd dat het alleen maar op papier bestond om de nabestaanden van Marianne te sussen. Maar het 3D-team functioneert wel degelijk, zo weten wij dan al. Achter de schermen hebben Peter en zijn medewerkers regelmatig contact met het nieuwe team. Het zijn spectaculaire resultaten die de rechercheurs boeken, zo blijkt. We hebben verschillende winscenario's uitgeprobeerd. En op enig moment kwamen we tot de conclusie dat er sprake geweest van kan zijn dat ze met haar eigen BH is vastgebonden.
Wat ook nog opvallend was bij het opwaarderen van de foto's kwam, was dat de conclusie dat ook de indruk van de stof was zichtbaar op de huid. Het specialistische team komt jaren na de geruchtmakende moord met een nieuwe kijk, een andere visie op wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Een ander scenario dat nieuw onderzoek naar de onbekende dader mogelijk maakt. En dat een hoopvol perspectief biedt dat de moordenaar van Marianne toch nog kan worden gevonden. Het gespecialiseerde 3D-team heeft alles opnieuw in kaart gebracht. Het is een onderzoek waarbij de politie niet bepaald over één nacht ijs is gegaan. Foto's zijn digitaal verbeterd, verklaringen minutieus herlezen en forensisch specialisten en profilers uit heel Europa geconsulteerd. Stukje bij beetje is zo een nieuw beeld ontstaan over wat er zich die nacht kan hebben afgespeeld. Marianne is vrijwel naakt aangetroffen. Bij haar hoofd ligt haar tas. Aan de andere kant in het gras haar losgesneden slip. Om haar hals zit haar eigen BH geknoopt. Haar kapotgesneden t-shirt is omhoog geschoven tot haar oksels. Ja, het is interessant om te zien hoe alle kledingstukken om Marianne heen liggen. Omdat aan de hand daarvan tamelijk nauwkeurig kan worden gereconstrueerd wat de volgorde van handelingen van de dader is geweest. De theorie die daaruit naar voren komt is dat Marianne vrij snel is uitgeschakeld en dat de dader daarna haar kleding heeft uitgetrokken. En opvallend is dat er heel weinig gras is platgetrapt rondom het lichaam van Marianne. Dat wijst erop dat er niet of nauwelijks een worsteling is geweest op de plaats delict. En uit de verbeterde foto's blijkt ook dat Marianne kleine prikwondjes op haar bovenbeen had. Hier zien we zo'n wondje. Het is niet heel duidelijk te zien, het is maar een klein wondje. En deze wondjes zijn waarschijnlijk ontstaan tijdens het wegsnijden van het slipje. Waarschijnlijk met een mes. En dat is te zien op deze reconstructiefoto die de politie later heeft gemaakt. En wat heel belangrijk is, is dat bij die kleine wondjes weinig bloed is vrijgekomen. Iets dat erop kan duiden dat Marianne toen al niet meer in leven was. Dat is een zienswijze die door een aantal door het 3D-team geraadpleegde internationale deskundigen wordt onderschreven. De verwondingen zijn zeer waarschijnlijk na haar dood ontstaan. Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt, zit haar BH om haar nek. Hiermee is ze gewurgd, zo stelt de patholoog. Wat nooit bekend is geworden is dat deze verwurging zeer waarschijnlijk ook de doodsoorzaak is geweest. Net als bij de prikwondjes op haar benen is ook bij het doorsnijden van haar hals maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen. Een teken dat haar hart niet meer klopte toen de verwonding werd toegebracht. Dat wijst erop dat Marianne niet meer in leven was toen de dader haar keel doorsneed. Het eigenlijke moordwapen is dus niet een mes, maar haar eigen BH. Ja, en met die BH van Marianne is nog iets aan de hand. Want een van de nieuwe bevindingen van het 3D-team is dat deze BH ook is gebruikt om Marianne vast te binden. Dit is een verbeterde politiefoto. En we zien dan dat Marianne hier op haar hand een klein blauw plekje had. En hier striemen van textiel die in een soort van driehoek lopen. Als de politie met een soortgelijke BH en een stand-in de proef op de som neemt, dan blijkt, en dat is duidelijk op deze foto te zien, dat er soortgelijke verwondingen en striemen zichtbaar worden. En dit is een foto van de hand van Marianne en van de stand-in. En ik geef toe, het is allemaal moeilijk zichtbaar, maar het zit er wel. Dan zien we hier op de hand van Marianne het plekje zitten. En dan lopen hier in die driehoek die bondagestrepen.
En diezelfde bondagestrepen, veroorzaakt door de BH-banden, zien we hier ook. Je moet goed kijken, maar ze zitten er onmiskenbaar. Ja, en ook ontdekt men dat de BH door het elastische materiaal snel los te krijgen is en eigenlijk geen geschikt bindmateriaal is. Het rechercheteam gaat er daarom vanuit dat Marianne zich waarschijnlijk heeft losgeworsteld en dat de dader, om haar weer onder controle te krijgen, de BH toen om Marianne's hals heeft gedaan, deze flink heeft aangetrokken, waardoor er sprake was van een verwurging. Dat de dader gebruik heeft gemaakt van de BH om Marianne te knevelen is een bevinding die lijnrecht tegenover het eerdere uitgangspunt van de politie staat. Dat de moordenaar die avond doelgericht als een soort jager, een roofdier, op pad ging naar een prooi. Want dat is het scenario dat altijd als het meest waarschijnlijk werd aangenomen. De moordenaar zou er in een seksueel opgewonden staat op uit zijn getrokken en zou zichzelf hebben voorbereid door een soort reepkit bij zich te hebben met bijvoorbeeld handboeien, bindmateriaal en een mes. Het zou in dat eerste scenario dus gaan om een georganiseerde moordenaar, iemand die wel overwogen, goed voorbereid te werk ging, iemand met ervaring. Nu ziet het ernaar uit dat de dader weliswaar een mes had, mogelijk gewoon een zakmes, maar dat hij verder eigenlijk gebruik heeft gemaakt van wat toevallig voorhanden was. En uit de sporen komt ook naar voren dat hij alleen maar functioneel geweld gebruikt om zijn slachtoffer uit te schakelen. Geen sadisme of vernedering. Geen blauwe ogen, kneuzingen of andere verwondingen bij Marianne. Ook het feit dat er maar één snijwond is, wijst daarop. En dat betekent dat het gaat om een ander type moordenaar en verkrachter dan men aanvankelijk dacht. Meer een gelegenheidsdader. Het is een bevinding die zorgt voor een nieuwe theorie over wat er zich die nacht heeft afgespeeld. En er zijn meer nieuwe inzichten, want wat men eerder ook altijd heeft gedacht is dat de dader in het donker heeft staan wachten op een willekeurig slachtoffer om zijn slag te slaan. Toen Marianne langskwam, heeft hij haar van de fiets gesleurd en is met haar het weiland ingelopen. Zo vermoedde men altijd. Na zijn gruwelijke daad is hij snel via dezelfde route weer teruggelopen en er vandoor gegaan. Dit is een politiefoto waarop goed te zien is hoe twee sporen in het gras richting de plaats delict gaan en één spoor weer terug. Het nieuwe onderzoeksteam gaat er op basis hiervan net als destijds vanuit dat er één dader in het spel is. Maar dat het gaat om een dader die op zijn prooi heeft staan wachten wordt door het team in twijfel getrokken. Dit is dus de plaats delict. Hier loopt het fietspad waar Marianne die nacht heeft gereden. En daar, aan het einde van die bomenrij, zo'n 100 meter het weiland in, is de locatie waar Marianne is gevonden. En dit is ook de plek waar het nieuwe onderzoeksteam een uitgebreide reconstructie heeft gehouden. Een reconstructie onder dezelfde lichtomstandigheden als in de nacht dat Marianne werd vermoord. En hieruit blijkt dat de eerdere aanname dat de dader hier naast het fietspad ergens op zijn slachtoffer heeft staan wachten helemaal niet zo waarschijnlijk is. Want iemand die hier rondhangt staat bij iedere langsrijdende auto vol in het licht van de koplampen. Dat moet de dader een onveilig gevoel hebben gegeven. Het idee dat iedereen hem kon zien. En dat maakt de theorie van een verkrachter die zijn slachtoffer heeft staan opwachten wat minder aannemelijk. Bovendien blijkt uit de reconstructie ook nog eens dat het ondanks de volle maan die nacht behoorlijk donker was. Zo donker dat je bij iemand die aankomt fietsen pas op het laatste moment kunt zien of het nou om een man of een vrouw gaat. En
ook niet onbelangrijk. Er zijn die avond ook helemaal geen meldingen van incidenten of mensen die iemand in de buurt bij de plaats delict hebben zien staan. En er is nog iets anders. Hier op het fietspad zijn geen sporen aangetroffen van een worsteling. Niets waaruit blijkt dat Marianne hier van haar fiets is getrokken. En op die fiets, die in deze greppel stond, worden ook geen verse beschadigingen gevonden. Al deze omstandigheden bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat bij het nieuwe rechercheteam het idee ontstaat dat er die nacht in 1999 misschien wel iets heel anders is gebeurd. Maar wat? Om daar achter te komen kijkt het rechercheteam nog eens scherper naar wat zich vlak voor de moord heeft afgespeeld. Opvallend is dat Marianne die avond tegen haar gewoonte in uitgaat in Kollum. Normaal gaat ze altijd naar het nabijgelegen Veenklooster. Haar vriendje Spencer is die avond samen met zijn kameraad redelijk aangeschoten. De jongens hebben de hele dag al Koninginnedag gevierd en willen nu wel naar huis. Marianne heeft echter de hele dag gewerkt en haar avond is eigenlijk nog maar net begonnen. Toch gaat ze met de jongens mee. Bij het station en buitenpost stelen ze, zoals gezegd, een fiets, zodat Marianne zelf verder kan fietsen. Doorgaans fietst ze nooit alleen in het donker. Had Marianne simpelweg genoeg van de aangeschoten jongens? Had ze misschien plannen om nog even naar haar vrienden in een discotheek in Veenklooster te gaan, dat toch op de route lag? Of had ze misschien een afspraakje? En is dit haar fataal geworden? Het nieuwe rechercheteam houdt er rekening mee dat Marianne die Koninginnennacht nog een afspraakje had en mogelijk daarom alleen naar huis wilde fietsen. Maar het is een scenario waar ook de nodige haken en ogen aan zitten. Want hoe heeft Marianne dan met deze onbekende afgesproken? Ze had geen mobiele telefoon en ze kon niet echt van tevoren weten dat ze op dat nachtelijke tijdstip alleen en op een gestolen fiets op die plek kon zijn. Het is ook niet bepaald een voor de hand liggende locatie om met iemand af te spreken. Zo in the middle of nowhere aan een fietspad. Of was het niet zozeer een afspraakje, maar meer een toevallige ontmoeting? Een ontmoeting met iemand die ze kende. Van school, uit de kroeg. Misschien wel een vriend van een vriend. Hoe het ook zij, het 3D-team stapt af van het idee dat Marianne op de plaats delict abrupt van haar fiets is getrokken. En komt tot een ander scenario. Marianne is mogelijk vrijwillig met haar moordenaar het weiland ingelopen. Het is een opzienbarend nieuw inzicht dat een geheel ander licht werpt op de gebeurtenissen van die avond. Geen geplande verkrachting en moord, maar een gelegenheidsdader die onvoorbereid te werk is gegaan. En Marianne zou in tegenstelling tot wat men eerder dacht mogelijk uit vrije wil het weiland zijn ingelopen. Een stelling die het gevolg is van nadere bestudering van alle omstandigheden op de plaats delict. De sporen wijzen volgens het 3D-team veel meer op een situatie die vrijwillig begon, maar waarbij de sfeer plotseling is omgeslagen en de dader vervolgens door het lint ging. Zo heeft hij Marianne open en bloot in het weiland laten liggen en geen enkele moeite gedaan om het lichaam te verstoppen of te bedekken, om daarmee ontdekking van de moord uit te stellen. Dat wijst erop dat hij de plaats delict zo snel mogelijk wilde verlaten. Dat hij mogelijk dus zelf ook overvallen was door zijn gruwelijke daad. Het achterlaten van een grote hoeveelheid sporen wijst bovendien ook op een mate van ongeorganiseerdheid. Zoals het sperma dat op meerdere plekken op haar lichaam zat. En een schoenafdruk in de greppel.
De dader heeft geen enkele moeite gedaan om zijn sporen te wissen. Er is nog een gegeven waar men een vrijwillige ontmoeting op baseert. En dat heeft alles te maken met de fiets van Marianne. De gestolen fiets is, zoals gezegd, teruggevonden in deze greppel. Hij stond hier netjes geparkeerd en was er niet ingegooid. Iets wat in een overrompelingssituatie vanzelfsprekender zou zijn. De fiets stond ook niet tegen een boom, maar leek eigenlijk meer weggemoffeld in de greppel, zodat iemand die langskwam hem niet snel zou zien. Dit past in de theorie van de recherche dat Marianne mogelijk een afspraakje heeft gehad. Of in ieder geval een ontmoeting waarbij ze in de gelegenheid was om zelf haar fiets te parkeren. Want voor een belager is het natuurlijk erg lastig om in het pikken donker een meisje in bedwang of onder controle te houden en tegelijkertijd een fiets neer te zetten. En er is nog iets. Op zo'n anderhalve meter afstand van Mariannes fiets wordt later dit spoor gevonden. Het is een verse afdruk van een trapper. Vlak bij de fiets van Marianne heeft kort daarvoor een andere fiets gestaan. De fiets van de dader, zo denkt de recherche. De moordenaar was dus op de fiets. Wederom een bevinding die erop wijst dat de dader uit de omgeving komt. Dat er twee fietsen in de greppel zijn gezet, past weer bij een normale ontmoeting. En het gaat niet louter om theorie. Er is ook een belangrijk concreet spoor dat Marianne haar moordenaar hoogstwaarschijnlijk heeft gekend. Een spoor dat deze theorie op overtuigende manier bevestigt. Het gaat om deze aansteker met een Playboy-logo die wordt gevonden in Mariannes tas. Het is een spoor dat al jaren de nodige vragen oproept en waarover de bevindingen nooit naar buiten zijn gebracht. Marianne rookte weliswaar, maar niemand heeft haar ooit met deze aansteker gezien. Als het 3D-team de aansteker jaren later met de nieuwste forensische technieken laat onderzoeken, doet men een verrassende ontdekking. In het mechanisme van de aansteker vindt men een heel klein haartje. Met speciale technieken wordt hier zogenoemd mitochondriaal DNA uitgedistilleerd. En dan blijkt dat dit DNA matcht met dat van het sperma. De verkrachter en moordenaar van Marianne is dus ook vrijwel zeker de eigenaar van de aansteker. Maar hoe komt hij dan in Mariannes tas? Heeft Marianne haar moordenaar eerder ontmoet? Die avond misschien zelfs? Wellicht op de route van Kollen naar Buitenpost. Of later, nadat ze afscheid nam van haar vrienden. Heeft iemand de moordenaar onderweg dan mogelijk ergens gezien? Om antwoord te krijgen op deze vraag brengt het 3D-team aan de hand van de tientallen afgelegde getuigenverklaringen alle verkeersbewegingen van die nacht in kaart. Het is die nacht nog best druk geweest, zo blijkt. Dit blauwe sterretje staat voor Marianne en haar twee vrienden. Ze vertrekken om ongeveer 1:15 in Kollen en komen om 25 minuten over 1 aan bij het station in Buitenpost. Hier gaat Marianne dus alleen verder op de gestolen fiets, het rode stipje. Om 1:15 neemt ze hier afscheid van haar twee vrienden. Vanaf dit punt is het maar een paar minuten fietsen naar de plaats Delict, hier aan de Keningswei. Een klein afstandje waarin Marianne dus haar belager is tegengekomen. Is het mogelijk dat de twee elkaar onopgemerkt hebben ontmoet en zonder dat iemand het heeft gezien de fietsen in de greppel hebben gezet en het weiland zijn ingelopen? Zo vraagt de recherche zich af. Uit de verkeersbewegingen blijkt dat dit inderdaad mogelijk is. De conclusie van de recherche is dan ook dat er tijd is geweest voor zowel een overrompelingsscenario als voor een ontmoeting.
Het is een verrassende omslag die het nieuwe rechercheteam maakt. Geen onbekende verkrachter die op rooftocht was, maar mogelijk een bekende van Marianne. Iemand uit de omgeving. De recherche komt met een aantal interessante ondersteunende aanwijzingen hiervoor. Maar ook die vergen nog wel het nodige van mijn voorstellingsvermogen, eerlijk gezegd. In feite komt het erop neer dat Marianne slechts een paar minuten, ja een paar honderd meter nadat ze haar vrienden Spencer en Wietse gedag heeft gezegd, om 2:00 s'nachts in een vrijwel leeg, donker en verlaten gebied toch een bekende is tegengekomen. Iemand waarvoor ze is gestopt, waarmee ze vrijwillig het weiland is ingegaan om wat te roken of misschien zelfs om te zoenen. En dat die bekende dan even later ook nog eens volkomen door het lint is gegaan om haar te verkrachten en te vermoorden. Het is een flinke opeenstapeling van toevalligheden. Misschien wel een beetje op het bizarre af. Maar ja, ik zal niet zeggen dat het niet kan. Want ervaring heeft me wel geleerd dat als noodlot en toeval elkaar ontmoeten, er dingen gebeuren die je je niet kunt voorstellen. Het is op dit moment alleen de dader die weet of dit scenario klopt. Was de ontmoeting van Marianne en de onbekende man toeval of vooraf afgesproken? Het rechercheteam roept de hulp in van de Engelse professor David Cantor van de Universiteit van Liverpool. Cantor is een internationaal gerenommeerd specialist op het gebied van onderzoekspsychologie en gedrag. Auteur van standaardwerken als Criminal Shadows. Cantor wordt uitgebreid over de zaak geïnformeerd en komt ook naar Nederland om hier met eigen ogen de plaats delict en alle omstandigheden te bekijken. Het resulteert in dit gedetailleerde rapport waarin de onderzoeker schetst wat er gebeurd kan zijn. En dat levert inzichten op die de theorie van het 3D-team ondersteunen. Cantor stelt: het contact bestond aanvankelijk uit twee fasen. Eén daarvan was niet bedreigend en de tweede was een beslist intimiderende overmeestering. Net als de patholoog gaat deze forensisch onderzoeker er ook vanuit dat de diepe snijwond in Mariannes hals pas later is toegebracht. De snede lijkt clean, geen kleine sneetjes en geen tekenen van uitschieten van het mes. Dit kan erop duiden dat het slachtoffer ten tijde van de aanval niet bij bewustzijn was. En gezien het feit dat de dader geen buitensporig overig sadistisch geweld vertoonde en dat er weinig afweerverwondingen waren die erop duiden dat verdere controle nodig was, is de meest waarschijnlijke verklaring voor het doden van het slachtoffer dat zij hem zou kunnen identificeren. Over de identiteit van de dader stelt Cantor: de meest aannemelijke indicaties wijzen op een persoon die voorafgaand contact met Marianne had of die haar tenminste van gezicht kende. Hij kan een vriend van een vriend zijn geweest of iemand die naar dezelfde school of discotheek ging. En de dader is mogelijk eind van de tienerleeftijd of vroeg in de 20. Zo stelt professor Cantor in zijn rapport. Meer en meer lijkt het erop dat de diep gewortelde overtuiging dat de moordenaar van Marianne een onbekende asielzoeker is, geen stand kan houden. De sporen en interpretatie van de feiten wijzen in een verrassend andere richting. Marianne heeft haar moordenaar naar alle waarschijnlijkheid gekend. Dit vermoeden blijkt niet alleen uit de tactische bevindingen en de aansteker. Ook nader onderzoek op DNA-gebied wijst erop dat de dader dichtbij moet worden gezocht. Misschien zelfs wel heel dichtbij. Het 3D-team is niet alleen op tactisch gebied tot nieuwe inzichten gekomen,
Ook op technisch gebied is de zaak nader onder de loep genomen. De techniek op het gebied van DNA-onderzoek is in de afgelopen jaren spectaculair verbeterd. Zo is het met speciale technieken inmiddels mogelijk om aan de hand van DNA meer te weten te komen over iemands geografische afkomst. Dat levert de recherche een nieuw instrument op om in kaart te brengen waar de dader mogelijk vandaan komt. Als je dat weet, wordt het zoeken natuurlijk een stuk makkelijker. Stukje bij beetje lijkt hiermee de kans dat de moordenaar wordt gevonden steeds reëler te worden. Dit is het Universitair Medisch Centrum in Leiden, waar het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek zit, het FLDO. Hier wordt al sinds 1995 onderzoek gedaan op het gebied van DNA en geografische afkomst. Peter laat vandaag zijn wangslijm afnemen om daarmee zijn DNA te laten bepalen en te kijken wat zijn geografische achtergrond precies is. Onderzoek op het gebied van DNA maakt de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. In het strafrecht zijn er drie soorten DNA van belang. De belangrijkste is zogenoemd autosomaal DNA. Een volledig profiel hiervan levert als het ware de vingerafdruk van de donor, in misdaadzaken de dader dus. Het is volstrekt uniek. Een volledige match geeft zekerheid dat het gevonden DNA-spoor afkomstig is van de verdachte. De DNA-expert zegt dan vaak: de kans dat dit DNA afkomstig is van een ander dan de verdachte is 1 op 5 miljard. Dan is er nog mitochondriaal DNA. Bij mitochondriaal DNA kun je niet zo stellig zeggen dat het gevonden DNA-spoor aan slechts één persoon toebehoort. Mitochondriaal DNA wordt doorgegeven van moeder op kind. Het blijft vaak generaties lang ongewijzigd en hierdoor kunnen honderden personen hetzelfde mitochondriale DNA hebben. Het derde DNA dat van belang is, is het Y-chromosomaal DNA. Dit DNA wordt doorgegeven in de mannelijke lijn, dus van vader op zoon. Ook dit blijft vaak generaties lang onveranderd. In zo'n geval hebben alle mannelijke familieleden en nakomelingen dus hetzelfde Y-chromosomale DNA. En in de praktijk kan dat gaan om honderden of zelfs duizenden mannen. Het is dit Y-chromosomale DNA dat een hoofdrol speelt in de zaak Vaatstra. Want van de moordenaar is ook een duidelijk Y-chromosomaal DNA-profiel vastgesteld. Met de huidige DNA-onderzoekstechnieken biedt dit nieuwe mogelijkheden. Meer en meer is het mogelijk om op basis van het Y-chromosomale DNA te herleiden uit welk gebied op aarde iemand waarschijnlijk afkomstig is. Voor een goed begrip over deze onderzoeksmethode is het belangrijk om te weten dat de mens zo'n 200.000 jaar geleden over de wereld is uitgewaaierd vanuit Afrika. Dat ging te voet en uiterst langzaam. Steeds weer werd een nieuw gebied ontgonnen en steeds duurde het vele generaties eer enkele mensen van een groep weer verder trokken en een nieuw gebied in bezit namen. Aan de hand van het Y-chromosomaal DNA kan worden gekeken uit welke bevolkingsgroep iemand vele generaties terug afkomstig is. Normaal gesproken blijft het vader op zoon overgaande Y-chromosomale DNA altijd gelijk. Maar zo heel nu en dan gebeurt het dat er toch spontaan een heel kleine verandering optreedt in dit mannelijke Y-chromosoom. Dat vaders vervolgens weer langdurig aan hun zonen doorgeven. Het is zeldzaam en gebeurt maar eens in de zoveel generaties. Maar het zorgt ervoor dat over de hele wereld verschillende groepen mensen met hetzelfde Y-chromosomaal DNA zijn ontstaan. Het Y-chromosoom van de mannen in een bevolkingsgroep die bijvoorbeeld vanuit Afrika richting het oosten trokken,
is dus na enkele honderden jaren veranderd op een klein onderdeel, een genetisch foutje. Dat noemt men een mutatie. Een deel van deze groep vertrekt vervolgens na lange tijd weer. Bijvoorbeeld naar het huidige China, waar op den duur weer een genetisch foutje optreedt. En zo valt er een genetisch spoor over de hele aarde te trekken in de mannelijke lijn. Deze groepen worden in de DNA-wetenschap aangeduid met haplogroepen. Iedere haplogroep heeft een code. Zo is Q de groep die uiteindelijk richting het oosten trok. Type R maakt zich los van Q en trok in noordelijke richting naar Europa, waar de groep zich weer afsplitste in R1 en later in Europa in R1b. Het Y-chromosomaal onderzoek heeft dus niet zozeer direct met ras te maken, maar eerder met herkomst, de regio waar iemands voorouders hebben gewoond. Met deze techniek kunnen onderzoekers ver teruggaan in de familielijn. Als het bij de moordenaar van Marianne Vaatstra om een asielzoeker zou gaan uit bijvoorbeeld Irak, zou de kans groot zijn dat hij valt in haplogroep J1 of J2. In West-Europa hebben de meeste mensen haplogroep R1b. En dat is ook in Nederland het meest voorkomende haplotype. Peter gaat opnieuw langs bij het FLDO, waar zijn DNA inmiddels is geanalyseerd. Voor zover nu bekend gaat Peters stamboom terug naar 1700. Het leidt naar Oost-Friesland, tegenwoordig Duitsland, waar Peters voorouders in het plaatsje Jemmingen of Jemgroen aan de basis stonden van een geslacht van molenaars en scheepsbouwers. Duidelijke Europese voorouders dus, en de verwachting is daarom dat Peter valt in haplogroep R1b, het meest voorkomende type in West-Europa en Nederland. Maar is dit ook zo? Daar zijn we dan. Ja, wat denk je dat het gewoon is? Ja, nou, ik denk toch wel iets Europees. Want, ja, dat is wel te verwachten natuurlijk. Mijn voorouders gaan terug tot 1700, wat wij hebben kunnen vinden. En dat is dan Oost-Friesland. Dus ja, ik verwacht toch wel dat het een beetje die kant op gaat. Ja, nou, in zoverre, we waren verrast. Een beetje. We hadden verwacht, we hebben hier een overzichtje van eigenlijk de meest voorkomende haplotypes en hoe ze verdeeld zijn over de wereld. En nou, zoals je ziet is er hier eentje heel algemeen in Europa. Dat is haplogroep R1b. En we hadden eigenlijk verwacht dat jij daar ook wel in zou vallen. Want ja, daar vallen de meeste mannen in Nederland in. Maar verrassend genoeg, je valt in haplogroep I. Ja. Dus zoals je kan zien, die komt eigenlijk het meeste voor in Scandinavië, in de Balkan. En nou ja, nog een klein beetje in het noorden van Europa. Peter dus, de Noorman. Precies, Peter de Noorman in plaats van Peter de Vries. Dat is toch ook leuk? Peter de Viking. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hiermee heb je wel een aanwijzing richting Europa. Maar ja, als je natuurlijk een dader zoekt, dan wil je het toch wat specifieker dan dit. Dus wat wij dan eigenlijk altijd doen, is dat we dit combineren met een iets specifieker stukje van het Y-chromosoom, namelijk de ISTR's. Dat zijn de DNA-kenmerken die wat variabeler zijn dan dit. Mm-hmm. En daarmee kun je het vaak wat meer specificeren op een land. Met deze techniek is dus ook onderzoek gedaan naar het daderprofiel in de Vaatstra-zaak. De haplogroep van de man die zijn sperma achterliet bij Marianne valt onder haplotype R1b. Het meest voorkomende type in Europa dus. Bij het FLDO is een kaart gebracht waar de meeste haplogroepen met R1b1 in Nederland voorkomen. Nou weten we dat de haplogroep in de Vaatstra-zaak dat R1b is. Hè? Klopt, ja. Hoe verhoudt zich dat op deze kaart? Nou, dat is het probleem in zoverre met R1b. Zoals ik al zei, dat is de meest frequente in Europa. En als we dan even naar beneden scrollen, dan zien we hier R1b verschijnen. Ja. En je ziet dat daar eigenlijk niet echt een gradiënt van te geven is. Die is eigenlijk, ja, er zijn wel wat plekjes waar die wat minder vaak voorkomt. Maar hij is eigenlijk in heel Nederland wel aanwezig. Je ziet dat hier ook de ondergrens is 0,3 in plaats van 0. Ja. Maar dus hij is in ieder geval ook rijk vertegenwoordigd in Friesland. Hij is in ieder geval inderdaad, he? Ook rijk vertegenwoordigd in Friesland, ja. Dus in die zin stemt dat ja, wel dat mooi overeen. Ja, dat komt wel mooi overeen. Ja. En in principe zou je dus kunnen zeggen van op het moment dat een verdachte
deze haplogroep heeft... Mm-hmm. Dan is het niet erg voor de hand liggend dat die ergens uit Thailand of... Nee, dan kunnen we weer terug naar de kaart van de hele wereld, zeg maar. Ja. Nou ja, je ziet het, 0 tot 0,1 is wit. En eigenlijk alles buiten Europa is grotendeels wit. Ja. Dus heb je haplogroep R1b, ja, de grootste kans is dan toch dat je hier uit Europa komt. Ja. En dan worden verhalen als Iran, Irak, Afghanistan... Dat wordt heel onwaarschijnlijk. Dat is 1/10 van het geheel, zeg maar. Dus ja, zoveel grotere kans dat zo iemand uit Europa komt. Dat is dus bijna niet missen. Een hele duidelijke aanwijzing. Dat is een hele duidelijke aanwijzing inderdaad voor Europa in plaats van ergens anders. Naast alle tactische aanwijzingen blijkt dus ook uit het technisch onderzoek... dat de moordenaar van Marianne... naar alle waarschijnlijkheid geen asielzoeker is. Bij het profiel van de dader wijzen zowel de vaderlijke lijn... maar ook die van de moeder op een West-Europese afkomst. Al met al geeft het nieuwe politieonderzoek ondersteuning aan het uitgangspunt... dat de dader uit de Friese regio komt. En het 3D-team gaat aan de hand van alle tactische en technische sporen nog een stap verder. Marianne heeft haar moordenaar mogelijk gekend. Het is dus heel goed mogelijk dat de dader nog steeds in deze regio leeft. En dat hij dat doet zonder dat iemand ooit een vermoeden heeft gehad over zijn betrokkenheid bij de moord. Maar het kan ook dat hij uit angst voor ontdekking inmiddels is verhuisd. Maar dat hij hier nog wel familie heeft. De vraag is wat deze wetenschap aan mogelijkheden biedt voor nader onderzoek. Van de moordenaar van Marianne is een volledig autosomaal DNA-profiel opgeslagen... in het Nederlands Forensisch Instituut. Autosomaal DNA is uniek. Niemand heeft hetzelfde profiel. Het is vergelijkbaar met een vingerafdruk... maar er zijn wel kenmerken in terug te vinden van beide ouders. Uitgerekend het autosomale DNA-profiel van de moordenaar van Marianne... heeft enkele kenmerken die weinig voorkomen. En dat maakt het uiterst geschikt voor nader technisch onderzoek. Vergaand en ingrijpend onderzoek. Een onderzoek waarbij medewerking van de Friese bevolking rond de plaats delict een grote rol speelt. Het gaat om zogenoemd DNA-verwantschapsonderzoek. Daar waar in landen om ons heen al langer forensisch onderzoek op dit gebied wordt gedaan, is het hier in Nederland pas sinds 1 april door nieuwe wetgeving mogelijk. Om zo'n DNA-verwantschapsonderzoek te doen. Hierbij wordt het DNA van een dader vergeleken met andere profielen, zoals opgeslagen DNA in de databank van het NFI. Als de dader een familielid heeft die in deze databank is opgenomen, bestaat er een goede kans dat die via dit familielid kan worden opgespoord. Zodra er een overeenkomst wordt gevonden met het profiel van de dader... is het een kwestie van de familiestamboom napluizen. Maar naast zoeken in de bestaande databank... is door de nieuwe wetgeving nu ook iets anders mogelijk. Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de regio. Nu duidelijk is dat de moordenaar van Marianne... naar alle waarschijnlijkheid uit de omgeving komt... is de kans dat die familie, misschien heel verre familie in het gebied heeft, groot. En de kans dat die hierdoor kan worden opgespoord, ook. Daarmee zijn we 13 jaar na dato weer terug bij het punt... dat grootschalig DNA-onderzoek onder de plaatselijke bevolking uitkomst kan bieden. Zoals Peter destijds ook al bepleitte. Het is een middel dat nieuwe kansen biedt, nieuwe mogelijkheden, hoopvolle mogelijkheden. Met de inzichten van nu is de noodzaak van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek
Een onderzoek waarbij een beroep wordt gedaan op de vrijwillige medewerking van bewoners uit de regio rond de plaats delict alleen maar toegenomen. En daarom zeg ik, nog nooit is de kans zo groot geweest dat dit afschuwelijke misdrijf opgelost kan worden. En die kans mogen we nu niet meer laten lopen. We moeten hem grijpen. Natuurlijk zullen er tegenstanders van zo'n grootschalig DNA-onderzoek opstaan. Maar ik denk dat de Friese bevolking massaal moet zeggen, wij doen mee. Wij willen dat de dader wordt gepakt, wie het ook is. We willen eindelijk van deze zaak worden verlost. Laten we wel zijn. Iemand die zo'n onschuldig 16-jarig meisje vermoordt, die verdient het niet om beschermd te worden. Die hoort in de gevangenis. En als wij, u dus, daarvoor kunnen zorgen, moeten we het doen. Zo simpel is dat. Ja, allemaal nieuwe verrassende ontwikkelingen en scenario's in een oude moordzaak. Maar hoe reëel zijn die? Ik vraag het zo aan Bouke Vaatstra, Marianne's vader. Maar ik praat ook met Cor Reijinga, de leider van het 3D-team dat jarenlang in alle stilte aan de zaak werkte, maar nu voor het eerst naar buiten treedt. Goedenavond, heren. Goedenavond. Meneer Reijinga, als ik de dader was en ik zou vanavond zitten te kijken, dan zou ik het flink benauwd krijgen, want er wordt steeds meer over die dader bekend, hè? We hebben de aansteker gezien die waarschijnlijk van hem is. Ja. We weten wat meer over zijn vermoedelijke afkomst. Er nadert een DNA-verwantschapsonderzoek dat ontmaskering dichterbij brengt. Kunnen we zeggen dat het net zich sluit? Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Vooral ook nu uit ons onderzoek blijkt dat het toch vermoedelijk een dader is uit de regio. Sluit wel steeds meer het net zich om hem. Ja. Hoe ver bent u nou precies met dat verwantschapsonderzoek? U bent de databank van het NFI aan het raadplegen. Klopt. Hoe staat het ervoor? Nou, op dit moment wordt inderdaad in Rijswijk worden in de DNA-bank wordt gekeken naar overeenkomsten. Dat is in volle gang. En we verwachten eind juni verwachten we de eerste uitslagen, zodat we wel verder kunnen gaan rechercheren. Want hoeveel profielen zitten er in die bank? Er zitten op dit moment zo'n 140.000 profielen in die bank. En die worden dus allemaal op basis van een bepaalde techniek bekeken. Ja, en dan kijkt men dus voor alle duidelijkheid of er bepaalde familiaire overeenkomsten tussen zitten. Want het gaat er niet om dat het exact matcht, want dan zou je de dader hebben, maar DNA wat er op lijkt, wat van familie is. Een bepaalde mate van overeenkomst op de autosomale profielen is aanleiding om die profielen eruit te halen en nader te bekijken. En op basis daarvan zou kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van een familierelatie. Ja. En heeft er al een keer een alarmbel geklonken? Op dit moment nog niet. Nee. Maar in juni heeft u dat hele bestand gehad? Dan is het hele bestand afgerond en dan zou het kunnen zijn dat daar een aantal interessante personen uitkomen die we verder gaan uitrechercheren. Nou is het zo dat we natuurlijk dat DNA hebben, maar er is ook nog die aansteker, hè? Die Playboy-aansteker. Zeg ik te veel als ik zeg, als we weten van wie die aansteker is geweest, dan hebben we de dader ook? Nou ja, die aansteker is erg interessant en wij gaan er ook vanuit dat die aansteker waarschijnlijk van de dader is. En dus willen we graag met die man spreken. Ja. En dat die heeft in ieder geval een aantal dingen uit te leggen. Ja. Als die gepakt wordt, dan zou de zaak zomaar opgelost kunnen zijn. Dat zou zo kunnen. Ja, Bouke, dan kom ik bij jou. Jij bent afgelopen week door de politie ingelicht over alle nieuwe bevindingen. Ja. Wat vind je ervan? Is het voor jou een schok om te horen dat Marianne haar moordenaar mogelijk gekend heeft? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Maar het zou kunnen. Ik heb altijd gezegd, ik hou het op 50-50. Waar die vandaag, hij kan bij mij de straat komen. En wie het is, weet ik niet. Maar met dit onderzoek hoop ik toch dat hij eruit komt. Ja. Geloof je er ook in dat scenario? Dat ze iemand heeft ontmoet of naar iemand is toegegaan. En dat het dus om een bekende gaat? Ja, nou, kijk, ik geloof er wel in. Maar het is moeilijk om na een week daar ineens in te geloven dat je eigen dochter met iemand meegegaan is die ze kende. Maar ja, ik zeg niet dat het niet zo is. Ik heb de afgelopen jaren met jullie ook altijd veel contact gehad. En ja. Toen is mij wel duidelijk geworden dat jullie ook, gedwongen door de omstandigheden waarschijnlijk, wel dat asielzoekersscenario aanhielden. Ja, maar waar kwam dat door?
Waar kwam dat door? Dat kwam omdat de week na de moord stond er met grote letters in de krant... kennis van dit soort moorden en de medici zeggen het is niet westers. Ja. Dus dat werd volop gevoed. Ja. Dus nu, na vanavond, nadat je alles hebt gezien... zeg je van, nou ja, dit is een scenario wat best zou kunnen. Ja, ja, ja. Ja. En ik hoop dat hij ook dat hij eruit komt. Nou. Ja. Je bent de afgelopen jaren ook heel lang kritisch geweest... op wat politie en justitie deden. Hè. Er was over en weer wel sprake van een gespannen sfeer. Ja. Er was soms ook alle aanleiding toe. Maar hoe zit dat nu? Heb je vertrouwen in dat nieuwe team wat de zaak nu onderzoekt? Ik heb hier meer vertrouwen in dan dat ik ooit gehad heb. Dat kan ik u wel vertellen. Dus ik vind dit, omdat we ook afgelopen week gehoord hebben... hoe ze het allemaal onderzocht hebben, nou, ik vind het geweldig. Ik kan daarmee leven, absoluut. Ja, mooi. Dat verwantschapsonderzoek. Stel nou dat die zoekslag in de NFI-databank... waar jullie nu mee bezig zijn, niks oplevert. Dan zou je zeggen, dan kan het niet anders... of je moet een grootschalig, regionaal onderzoek doen in Friesland... waarbij alle mannen in een straal van 10 of 15 kilometer... hun DNA gaan afstaan. Want het kan bijna niet anders als die werkelijk daar vandaan komt, die dader... Dan springt er een of ander ver familielid vanzelf uit. En dan kan je aan de hand van de stamboom de dader opsporen. Gaat dat ook gebeuren? Dat is een kans. De hoofdofficier heeft al aangegeven... wanneer die eerste stap, het onderzoek in de databank, mislukt... dan starten we met de voorbereiding van een grootschalig onderzoek. En mocht die er komen, dan is de kans groot... wanneer die de familie wonen heeft, dat die eruit gehaald wordt. Ja. En wie beslist daar uiteindelijk over? De hoofdofficier zal een aanvraag indienen bij de procureurs-generaal... En die zullen uiteindelijk de beslissing moeten nemen op basis van een aantal adviezen. Ja, maar goed, dat lijkt mij toch een kwestie van gezond verstand... dat je dan zegt, dat kan niet anders, dat moeten we doen. Nou, het is natuurlijk een heel zwaar ingrijpend middel bij een zeer ernstig misdrijf... maar dat moet wel goed onderbouwd worden. Ja. En dat kunnen we, het goed onderbouwen. We zullen dat goed te bedden brengen. En op basis daarvan verwachten wij dat er de mogelijkheden aanwezig zijn. Ja. Zijn jullie hier bang voor dat er misschien toch nog stemmen komen van mensen die zeggen... ja, maar wacht eens even, daar kunnen we toch niet aan gaan meewerken? Want op deze manier lappen we zonder dat we er erg in hebben... misschien wel een familielid erbij die dit heeft gedaan. Daar moeten we niet aan meewerken. Is daar vrees voor dat zoiets gebeurt? Dat weten we niet. We zullen in ieder geval goed moeten uitleggen... wat zo'n onderzoek precies inhoudt. En ik weet wel, het is natuurlijk een vreselijk misdrijf. En mensen kunnen ons helpen, kunnen helpen de familie Vaaster om die zaak op te lossen. Dus we hebben er alle belang bij dat mensen ook meewerken en doordrongen zijn van het belang van deze zaak, van dit vreselijk misdrijf. Ja. En hoe snel kunnen jullie dat doen als in juni er nog geen verdachte is gevonden? Hoe snel kan zo'n bevolkingsonderzoek? Dat hangt natuurlijk vanaf hoe snel die aanvraag verloopt. Maar wij verwachten wanneer de aanvraag positief wordt... dat het positief is, dan verwachten we dat we dit jaar nog een aanvang zouden kunnen gaan maken. Het zou mooi zijn. Bouke, kan jij je iets voorstellen bij mensen in Friesland die zeggen... ja, maar we hebben eigenlijk geen zin om daar aan mee te werken... want misschien heeft een familielid van ons dat gedaan. Dat moeten we niet doen. Kan ik me niet voorstellen als ze deze uitzending zien... en ik weet dat ze meeleven allemaal bij ons. En dan weet ik zeker, nou bijna zeker, dat iedereen meedoet. Want hij moet eruit komen. Waarvan akte. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, we wachten vol spanning de resultaten af. Maar als de databank niks oplevert, dan zou ik, zoals ik in de reportage ook al zei, zeggen... kom maar op met dat grootschalige bevolkingsonderzoek. Familie of geen familie. Want ik ben ervan overtuigd dat de dader dan gevonden wordt. En het is de hoogste tijd dat hij gepakt wordt. Als u iets weet over de Playboy-aansteker die we hebben getoond... van wie was die bijvoorbeeld, dan hoort het 3D-team dat natuurlijk heel graag. En ook natuurlijk als u andere belangrijke informatie heeft over de moord op Marianne. U kunt nu met hem bellen. Het telefoonnummer is 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. En als u graag anoniem wilt blijven, dat kan, dan kunt u bellen met de criminele inlichtingeneenheid, de CIE. En het nummer daarvan is... 088 16 73 775. Dus 088 16 73 775. En u kunt alles uiteraard ook nog eens teruglezen op onze website peterrdevries.nl en daar ook op reageren. En als u mij volgt op Twitter, houd ik u op de hoogte van alle ontwikkelingen de komende tijd. En ik verwacht dat er heel wat zijn.
Volgende week zijn we er weer. Dan met een nieuw spannend dossier uit Libanon. Er resteren nog 2 uitzendingen voordat dit programma definitief stopt. Zorg dat u daar niets van mist. Dan heeft u altijd een alibi. Voorlopig nog, althans. Tot volgende week. Dag.